Waarom hebben sommige mensen een extra grote kans om gelukkig te worden? Dit is de Universiteit van Nederland. Nou, verschillen in geluk worden verklaard door verschillen in genen en verschillen in de omgeving. Nou, de erfelijkheid is 40% en de omgeving zou de rest doen, maar dat is natuurlijk veel te simpel. Het is niet een optelling van genen en omgeving. Het werkt met elkaar samen. Nou, en ik heb hier een bloemen achter mij staan. Iedereen kent ze wel. En ik heb hier twee genetisch identieke bloemen. Namelijk allebei een zonnebloem. Je ziet het niet meer zo goed. En de ene heeft heerlijk gestaan in de zon, in Frankrijk bijvoorbeeld. Daar rij je vaak langs, dan zie je allemaal mooie zonnebloemvelden. En die zien er zo uit. En deze is het resultaat van een vogel of een mens. Die dacht, nou, ik zet in dat ene schaduwrijke hoekje in mijn tuin iets wat heel mooi gaat bloeien, want dan wordt dat een mooi hoekje. En dat werkte niet zo heel erg goed. Want die zonnebloem die had natuurlijk zon nodig om mooi te worden. Nou, daarnaast staat een roos. En deze roos, die stond op dat schaduwrijke plekje naast deze zonnebloem. En die doet het eigenlijk heel goed. Die vindt het wel lekker daar, een beetje in de schaduw, niet te veel zon op zijn hoofd. En dit is de roos van iemand die dacht van, nou, ik heb een hele mooie voortuin in de zon en daar zet ik rozen neer. En die hadden het heel zwaar. En wat je hieraan kan zien, is dat het dus heel erg uitmaakt in welke omgeving je verkeert. Je genotype, dus het DNA wat je hebt, maakt je meer of minder gevoelig voor een bepaalde omgeving. Bij deze bloemen kan je dat zien, want deze twee zijn genetisch identiek en de een doet het goed en de andere niet. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor mensen. Het DNA en het genotype van mensen verschilt allemaal van elkaar. En daarom zijn we ook verschillend in de gevoeligheid voor de omgeving die we meemaken. Als je bijvoorbeeld aan vandaag denkt, er zijn een aantal mensen denk ik in de zaal die hebben gekeken wat voor weer het is vandaag. Of die hebben dat gemerkt. Er zijn ook heel veel mensen die, als je nu denkt van, wat voor weer is het eigenlijk vandaag? Ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Ik heb dat ook heel vaak, ik fiets eigenlijk overal en ik heb dat vaak, ik heb een beetje hekel aan wind daardoor, omdat ik fiets. En dan kom ik thuis en denk ik, jeetje man, het waaide weer. Nou en mijn man, die let niet op wind, die heeft er echt geen gevoeligheid voor en die zegt, waaide het dan? Dat was precies dezelfde omgevingsinvloed waarin wij ons bevonden. Maar voor mij was het wel belangrijk en voor hem niet. Voor mij was ik dus wel gevoelig voor de omgeving en hij was dat niet. Nou, voor geluk is eigenlijk heel weinig onderzoek gedaan naar dit complexe samenspel van omgeving en genen. We hebben naar één onderzoek gekeken en daarin hebben we gekeken naar geluksgevoel en scheidingen van ouders. Nou, daar kan je twee dingen mee doen. Je kan naar gemiddelde kijken. Gemiddelde, zoals ik vaak zeg, vind ik niet zo heel interessant, maar is wel aan het begin van je onderzoek leuk om naar te kijken. Zijn kinderen van ouders die gescheiden zijn nou gelukkiger of ongelukkiger dan kinderen van ouders die niet gescheiden zijn? Nou, je ziet daar een verschil op het gemiddelde en je ziet inderdaad dat kinderen van gescheiden ouders gemiddeld gezien minder gelukkig zijn. Nou is het natuurlijk niet zo dat ieder kind van gescheiden ouders minder gelukkig is dan ieder kind van niet gescheiden ouders. Dat is het verschil tussen gemiddelde en de spreiding die er is. En toen hebben we gekeken of er nou ook een verschil zat in gevoeligheid, in geluksgevoel. En het blijkt dat het ene kind veel gevoeliger is voor die omgevingsinvloed, dus het al dan niet scheiden van de ouders en het geluksgevoel, dan het andere kind. Dus omgevingsinvloeden zijn voor iedereen anders. En dat maakt het verschil. Nou, even terug naar deze bloemen. Wie vindt zonnebloemen het mooist? Van wie zijn dat de favoriete bloemen? Als ze bloeien dan wel, hè? Deze mooie bloeien, niet deze. Wie heeft meer voorkeur voor rozen? Ja, meer mensen zo duidelijk. Heeft u zich wel eens afgevraagd waar dat vandaan komt, die voorkeur voor die bloemen? Is dat verteld toen je 3 was, van jij moet rozen mooi vinden? Of stonden die altijd op tafel en geeft dat een prettig gevoel? Ik ga niet het antwoord geven op deze vraag, maar voor je eigen besef van, goh, ik vind iets mooi, hoe komt dat nou? Nou, dat is natuurlijk ook een complex samenspel van genen en omgeving. En het blijkt uit onderzoek dat mensen door hun genetisch materiaal een bepaalde omgeving opzoeken. Dat is zogenaamde actieve genomgevingscorrelatie. Dus door een bepaald
DNA-structuur die je hebt, zoek je in een andere omgeving op dan iemand anders met een andere DNA-structuur. Jullie zijn bijvoorbeeld allemaal hier, en dat is iets wat je vrijwillig hebt gedaan, voor zover ik weet. En dat was een keuze. Dus je hebt deze omgeving opgezocht. Nou, er zijn miljoenen mensen over de wereld die nu niet deze omgevingsinvloed ervaren. Omdat ze er niet voor gekozen hebben om hier te zijn. Als ze die keuze zouden hebben gehad natuurlijk allemaal. Dus dat is actieve genomgevingscorrelatie. Er zijn nog hele fascinerende onderzoeken met actieve genomgevingscorrelatie. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar jonge mannen, dan krijgen jonge mannen vaker auto-ongelukken. Dat weet iedereen en dat weet de verzekeringsmaatschappij ook. En die maakt daar ook gebruik van. En de vraag is, hoe komt dat? Nou, dat heeft te maken met de leeftijd waarin ze zitten. Alle jonge mannen zijn iets roekelozer dan de ander. Maar niet alle jonge mannen krijgen meer ongelukken dan niet-jonge mannen. Dus er zit een verschil in een bepaalde vorm van risicovol gedrag wat jongens willen hebben. Sommige jongens en niet anderen. Dus door hun aanleg, door de persoonlijkheid die ze hebben, die voor een groot deel door hun genotype wordt bepaald, verkeren ze soms in een risicovolle omgeving en soms niet. Dus op grond van hun genotype kiezen ze een omgeving uit die gevaarlijker is dan anderen die een andere omgeving uitkiezen. Dus dat is een actieve keuze. Nou, er zijn nog meer interessante samenspelingen van genen en omgeving. En eentje daarvan is wat je meekrijgt. Ouders en kinderen. Je hebt ouders die geven hun genetisch materiaal door. Dat is de keiharde biologie. Daar veranderen we niks aan. Maar die kinderen groeien ook nog eens op in diezelfde omgeving. Cognitieve vaardigheden hebben een sterke erfelijke component. Die kinderen worden geboren van ouders die ook vaak hoger opgeleid zijn. En in die gezinnen wordt er meer voorgelezen, zijn er meer kranten, wordt er meer bediscussieerd. Dus die kinderen hebben een dubbel voordeel. Die hebben het goede genenpakket en bevinden zich in de goede omgeving. Dus dat is ook een samenspel van genen en omgeving. Dat noemen we passieve genomgevingscorrelatie. Nou is er nog een vorm van samenspel van genen en omgeving. En dat is de reactieve genomgevingscorrelatie. Nou, dan moet u allemaal even terug in de tijd en denken aan de lagere school. En iedereen had in zijn klas, ik zal het niet stereotyp maken vandaag, had in zijn klas een heel vervelend meisje. Die altijd rondjes aan het rennen was, nooit luisterde, altijd aandacht wilde, aan iedereen zijn haren zat te trekken. En er waren ook kinderen in je klas die heel erg braaf waren. En heel erg zoet. En ik ga ervan uit dat jullie allemaal in het midden zaten. Jullie waren niet te braaf en ook niet te vervelend. Maar die twee kinderen had je wel. Nou, als je nou denkt aan dat vervelende meisje in de klas, dan kreeg ze ten eerste van de schooljuf, want zo is het in Nederland wel, op de lagere scholen, de hele dag te horen, hou er eens mee op, doe nou niet, ga nou stilzitten, blijf staan, werk nou mee. Dat gaat de hele dag door. Nou, dan gaat ze naar huis. Daar is ze waarschijnlijk ook iets vervelender dan de broers en zusjes. En dan gaat hetzelfde door. Vader en moeder ook de hele dag. Stop nou, doe nou niet. En dan lopen ze op straat en dan is zij inmiddels chagrijnig geworden. En dan loopt iedereen er langs en kijkt een beetje naar haar van, nou, ja, dat is niet zo'n leuk kind. Dan had je dat hele schattige jongetje. Dat zat in diezelfde klas. Die deed alles wat de juf wilde. Die luisterde altijd goed, speelde leuk mee. Dus wat deed de juf de hele dag? Nou, die gaf hem een ei over zijn bol. En die gaf hem een extra werkje en een mooie kleurplaat. En toen hij naar huis ging, zei hij nog waar hij bij stond. Nou, hij heeft het goed gedaan hoor, tegen de moeder of de vader. Dus nou, dat was leuk voor het jongetje. Dus die loopt stralend naar huis aan de hand van zijn vader. En iedereen die langs loopt, die denkt, ach, wat een leuk ventje. En die lacht ook even naar hem. Nou, het verschil in omgeving wat die twee kinderen uitlokken, simpel door hoe ze zijn, waar ze echt niet zoveel aan kunnen doen. Iedereen met jonge ouders weet dat je je kind niet zomaar heel braaf of heel vervelend kan maken. Dat heeft natuurlijk een enorm effect. Als je de hele dag zeg maar negatieve geluiden hoort, heeft dat een ander effect dan dat je de hele dag positieve geluiden hoort. En dat is in reactie op hoe je bent. Dus in reactie op het genotype wat je hebt. Dus dat is een derde vorm van genomgevingscorrelatie. Nou, dan nog een laatste vorm van het samenspel van genenomgeving. Dat is eigenlijk wat het meest recente onderzoek laat zien. En dat is de zogenaamde epigenetica. En dat is ontstaan, of eigenlijk eerst onderzocht bij dieronderzoek. Want bij dieronderzoek kan je natuurlijk veel meer doen. Bij mensen kunnen we heel moeilijk ze opsluiten in een kooi zonder speelgoed en of buiten laten spelen. Maar bij dieren, onder allerlei ethische omstandigheden, mag dat wel. En epigenetica richt zich erop dat we kijken naar het aflezen van het DNA.
Je wordt geboren met je hele streng DNA. Dat is oneindig lang. En dat staat vast. Dat zit in iedere cel van je lichaam. En de volgorde van jouw genetische varianten staat vast. Maar om dat DNA kunnen zogenaamde methylgroepen gaan zitten. En die methylgroepen, die zie je hier ook in het midden, dat zijn eigenlijk die mooie lampjes, die kunnen ervoor zorgen dat een gen al dan niet wordt afgelezen. Als een gen niet wordt afgelezen, en een heel groot deel van de genen die iedereen heeft, wordt nooit afgelezen, dan doet het er ook niet zoveel toe wat je er hebt zitten. Maar als het wordt afgelezen natuurlijk wel. Nou, we hebben heel lang gedacht dat genetische invloeden statisch zijn, omdat je DNA niet kan veranderen. Maar inmiddels weten we dat door die methylgroepen een gen aan- of uitgezet kan worden. En we weten ook dat er omgevingsinvloeden zijn die dat kunnen veroorzaken. Bepaalde vormen van dieet, bepaalde vormen van levensstijl, bepaalde invloeden vanuit de omgeving in het algemeen kunnen ervoor zorgen dat methylgroepen op het DNA komen of weggaan. En dat kan ervoor zorgen dat genen aan- of uitgaan, of soms harder of zachter. Nou, voor geluk hebben we recentelijk in een grote groep mensen hiernaar gekeken. Hebben we dus niet alleen het DNA gemeten, maar ook die methylgroepen, hoeveel ze er hebben. En hebben we gekeken of we verschillen konden vinden in methylgroepen, in de hoeveelheid methylgroepen en geluksgevoel. En ook daarvoor hebben we een aantal plekken gevonden op het DNA die verschillende methylgroepen lagen hebben. Dus de een heeft meer en de ander heeft minder. En die verschillen waren gerelateerd aan verschillen in geluk. Dus we hebben kunnen aantonen dat het niet je DNA alleen is wat verschillen verklaart. Dat het niet omgeving alleen is, maar dat het het samenspel is die zorgt voor de uiteindelijke verschillen in geluk. Nou, dat is natuurlijk heel fascinerend en een enorme vooruitgang. Maar ja, wat iedereen natuurlijk uiteindelijk wil weten is, kunnen we er dan ook wat aan doen? Als iets heel erg erfelijk is, kunnen we geluk dan veranderen? En geluk willen we graag veranderen. Iedereen streeft naar geluk, iedereen wil hoger scoren. En of we dat kunnen, dat ga ik in het volgende college.